Hi. Hallo mensen van Banjo Tower, ik ben Vincent en we gaan Slender the Arrival doen na het intro. Dus hou je vast, zet je schrap voor Slender. Ik haat die vent. Oké, we lopen door het bos met een zaklampje. Mijn hart zit weer in mijn keel zoals gewoonlijk. Dat hoort is ook een beetje de doel van het spel, heb ik het gevoel. En Slender zit achter ons. Laat hem even zien. Waar zit je? Oké, hij is weg. Hij hoort hier te zitten. Waar zit hij, jongens? Ik zie hem niet. Mooi zo. Goed dat ik hem niet ziet. Want ik mag hem niet echt. En we hebben 3 van de 8 pagina's hebben we gepakt. En we horen er nog dus 5 te hebben. Als je een beetje kan tellen, dan moeten dat de 5 zijn, denk ik. Oké. Scheidhekjes. We zitten opgesloten in een bepaald gebied. En je mag niks anders dan zoeken naar pagina's. En vogels. Oh, je mel. Stomme el. Wat is hier zo? Hebben ze hier een... Ja, een bladzij. Oké. 4 van de 8. Betekent dat wij er nog 4 nodig hebben. Dat gaat ons gewoon lukken. Gewoon niet achter je kijken, zoals ik nu doe. Gebeurt niks. Mooi zo. Hé, een huisje. Kwamen wij... Oh, die geluiden. Echt zo vervelend. Hier kwamen wij vandaan in het begin van de vorige aflevering. Maar ik geloof niet dat ik hier... een letter zag. Of een noot. Daar staat Slenderman. Holy fuck. Weg. Oh shit. Shit, hij komt dichterbij, jongens. Holy, hij is lief. Ik ben niet meer bang voor hem. Denk ik. Slender, kom op. We hebben nog 4 pagina's lopen nodig. Support me, jongens. Support me. Iedereen achter een computer. Go, Vincent! Go! Oh, shit. Oké. Voor mij is de tactiek gewoon niet achterom kijken. Dat is gewoon echt gewoon de beste tactiek die je kan doen met Slender. Kijk nooit achterom. Wow, wat was dat? Ik gleeg door. Te rond. Wil je hier nog wat? Jongens, kom op. Waar zijn die pagina's? Stomme vogel. Hou je mond, vogel. Blijf me af. Ik zie daar een huisje. En dat huisje, daar zijn we nog niet binnen geweest. Het Oakside Park Information Centrum. Oké, we gaan eens even naar binnen kijken. Kunnen we die deur sluiten? Nee, natuurlijk niet. Dan kan Slender weer komen natuurlijk. Oh, hier hou ik helemaal niet van. Oh god. En als ik me dadelijk opsluit in deze kamer, dan ben ik het zaadje waarschijnlijk. Alsjeblieft, niet hier komen. Alsjeblieft. Niet komen. Goed zo. Een wc? Ah, oh, smerig, gadverdamme. Heeft Jordi wel op een scheid hier? Oké, hij komt niet, hoop ik. Hij is natuurlijk binnen. Hij is bang voor binneninrichtingen. Natuurlijk, hij loopt alleen maar in de bossen. Oké, dan kunnen we nog even veilig hier binnen kijken. Hij komt hier toch niet. Yes, can't run. Oh, that sound. Oh my god. Oh damn it. Oh my god, jongens. Oh nee, dit is echt niet goed, jongens. Oh my god. Oh, fuck. leuk. Oh, fuck ja. We gaan door het park. Oh jongens. Oh, dit is dan niet goed, joh. Stel je voor dat je oma dit gaat spelen, jongen. Die krijgt wel echt een hartverzakking gewoon.
is toch niet normaal? Die zit s'avonds nog te klappen met de kunstgeweer. Dat meen ik echt serieus. Dat moet gewoon sowieso wel. Oh my god. Dit is niet normaal. Ik zou bij Outlast zat ik ook wel te hyperventileren. Maar hier, dit was echt, echt een grote jumpscare, jongens. Gewoon echt totaal niet verwacht. Hou je melvogel, je hebt me verraden. Oh, wat hard dat geluid stond. Hard, jongens. Dat is niet normaal. Ja, jullie maar lachen achter je computer. Ik vind het goed met jullie. Support me, jongens. Support me. Go, Vincent! Go! Dat haal ik nooit, jongens. 8 pagina's. Dat haal ik nooit. Oké, gelukkig kom ik nu dat centrum binnen. Want daar ga ik dus niet meer naartoe. Dus ik ga hier even heel snel doorheen. Ik pak die pagina's en ik rot gelijk weer op. Oké. Daar niks. Oké, als die weer op dezelfde plek staat, dan is die hier. Oké. Ik rot gewoon nu op. Oké. Ik kan hier doorheen. Oké, hier is niks meer te bekennen. Slender komt niet meer in dit. Ik kom ook niet meer in dat gebouw. Bekijk het lekker. The power of Christ expels you. Waarom doen ze niet gewoon een rots en dan alle... Oh, een tentje. Waarom doen ze niet alle 8 pagina's op een rij hebben gewoon klaar, weet je? Heb ik het gewoon gehaald. Stond een tentje de vorige keer ook? Nee, er stond een boot hier vorige keer. En op de tentje staat een pagina. Nou, we hebben er al 3 in korte tijd. Is heel positief. Daar kan ik niet heen, dus gaan we terug. Ik heb Slender nog niet gezien. Ik hoor wel iets. Ja hoor, meneer Slender. Die is weer niet blij dat we zijn pagina's aan het stelen zijn. Heel jammer dit. Ja, een pagina. 4 van de 8. Oké, het gaat nou lekker, jongens. Het gaat nou lekker. Oh, waarom doe ik dit? Ik zie daar wat in de verte. Wat is het? Het is... Oh. Het is een... Oh my... God. Don't look back, don't look back. Don't look back, don't look back. Rennen, rennen, rennen. Nou al, dat kan niet. Ik heb nog maar 4 pagina's, Slender. Opzouten, opzouten. Ik heb nog maar 8 pagina's. Oh, ik heb nog maar 4. 4. Sorry, ik kan niet tellen, Slender. Sorry. Ik ben jou een beetje uit de stress aan het werken. Ik ga al weg. Ik kan niet meer rennen ook. Hij zit nou vlak achter me. Ik hoor het. Kijk, hij zit nou achter me. Ik kan mij ook op mijn pakken nu. Let maar op. Oh, shit. Oh shit, shit, shit. Hij zit achter me, vlak achter me. Hij wil me, hij wil me. Hij ziet mijn kont, hij ziet mijn kont, hij wil me. Holy fuck, 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 fuck. Je moet een liedje zingen als je bang bent. Altijd is kort jouwtje ziek. Je kan toch niet springen over die rotslender? Kom, hij zit hier vlak achter me. Hij gaat het hoge gras, daar ziet hij me niet. En ik denk dat we daar op dat soort van water... Het is zo net zo'n watertorentje, toch? Waar ze water in doen. Nee, natuurlijk zit er weer een peper aan. Oh, shit. Oh, shit, 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 shit. Slender is boos. Hij zit vlak achter me. En ik kan niet meer rennen. Oh, crap, hou op alsjeblieft. Hou op. Een auto, een auto. Hallo, meneer de auto. Heeft u een papiertje voor mij? Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Nee, niks. Shit. Misschien een ander object. Oké, wat komen we daar tegen? Oh, kwamen we daar net ook niet? Ja, het is beter. Oké, ik heb het gevoel dat hier een peper zit. Hier zit gewoon een peper. Jongens, hou... Kijk ook even mee voor mij, hè. Als je het ziet, roep het. Ja, ik weet het. Hij zit achter me. Hij wil niet dat ik die pagina's pak, jongens. Hier zit niks, hoor. Hier zit helemaal niks. Ik had wel gehoopt dat hij een papiertje zat. Holy fuck, fuck, fuck. Holy fuck. Holy fuck. Daar staat hij, daar staat hij. Hij zit achter me. Kijk maar, let op. Ja, ja, hij zit daar. Ja, rustig maar, rustig maar, rustig maar. Rustig, rustig. Ja, 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 achter me. Ik weet het. Een auto.
Kan Slenderman zwemmen eigenlijk? Want dan spring ik gewoon het water in. Dat is wel een heel goed idee. Schat, heb jij de haringen meegenomen? Nee, waarom moeten we haringen hebben? Je houdt toch niet van vis? Ja, we moeten die tent toch opzetten? Ja. Dat doen we met spijkers. Tegenwoordig, 2014, anno 2014 hebben we spijkers gehad. Oh, daar staat hij, ik zag hem. Jongens, waar zijn die pagina's nou? Ik kan gewoon echt geen moer vinden. Dat huis had niks, die auto's hadden niks, die tent had niks, die boot had niks. Wat is hier? Ik loop rondjes! Oeh! Ik zie niet waar die is! Oh, holy fuck. Jongens. Alsjeblieft, peper. Kom op, we moeten nog zoveel pepers. Ja, ik zie er één. 5 van 8 nog maar, jongens. Elmo zingt een liedje. Elmo houdt van kinderen net als Slenderman. Maar Slenderman is gevaarlijk. Oh, een wc. Is dat zo'n... Oh, dat is zo'n smerige wc. Oké, 6 van 8. Elmo heeft 6 van de 8 pagina's ontdekt. Oh, ik hoop dat we nu verder komen, jongens. Kunnen we niet de heuvel op? Nee, loopt daar dood volgens mij. Niks te bekennen. Oké, wat gaan we doen? Nog 2 pagina's, jongens. Oh, daar staat hij. Kom ik weer bij dat stomme tentje? Het gaat me nooit lukken, joh. Oh, niet zo'n instelling. Dat is niet goed. Nooit zo'n instelling. Vergeet wat ik heb gezegd. Hier ben ik al 10.000 keer geweest bij die auto. Weet je wat een auto doet? Als een mens, als een oude ommetjes voor de auto staan, doet die toeteren. Oh. En dan wordt de oma wordt er boos. En dan pakt hij zijn tas. En dan slaat hij zo op de autokap. Oké, dat is een mooie rots. Ik vind het een hele mooie rots. Ik vind het mooi. Maar... Jongens, ik sta vast. Dat gaat niet goed. Duim voor me. Kom op, zet hem op de boot. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Alsjeblieft, nog 1 pagina. Laat me die pakken. Slender, laat me die pakken. Alsjeblieft. Ik denk in dat gebouw hoor, jongens. Ik durf er niet in te gaan. Oké, ik ga erin. Met de hoop van zegen dat hier die pagina zit. In de hoop dat we hier die pagina kunnen vinden. En dat Slenderman niet achter me aankomt om mij te pakken. Hij zit achter me nu. Ja, hij zit achter me, ik weet het. Ik ren nu. Hij vindt het niet fijn dat ik... Daar zat hij net. Waarom staat hier geen papiertje, jongens? De laatste. Ik hoor heel de Flappy Bird in de bos, hoor je dat? Flappy Bird. Flappy is een lieve bird. Want hij vliegt tegen iets aan en dan ben je dood. Holy crap! Jongens, waar zit die laatste pagina? Dat moet wel. Ja! Yes, en nu? Yes, ik heb ze, yes! Oké, we hebben alle 8 pagina's, jongens. Wat? What the fuck? Rennen. What the fuck moeten we doen, jongens? Damn it.
Your Island Presents. Ja, ik weet het nou wel. Dus daar staat precies onder mij. Dus Vincent. Present. Oké. Okay. Ik denk dat ik verder ben gekomen. Yes. Come on. Wil je weten hoe dit verder afloopt? Kijk de volgende aflevering van Slender the Arrival. Bedankt voor het kijken. Kijk ook even mijn game en mijn vlogkanaal onder in de beschrijving. Voor meer van die maffe games. Slender ook. Bye.